Economisch bekeken, hoofdstuk 1 Behoeften, paragraaf 4 Het mobieltje. Even kijken. Stel je bent aan het bellen met een vriend terwijl je in een kledingzaak loopt en je ziet daar een leuke trui voor die vriend. Je besluit om een foto te maken met je telefoon en deze via het internet op je telefoon naar je vriend toe te sturen, telefoon gebruiken, telefoonbedrijven maken dan ook. Handig gebruik van allerlei nieuwigheden zodat jij steeds blijft verlangen naar een nieuwe telefoon. Dat noemen we marketing. Iets nieuws. Stel je hebt een mobiele telefoon en daar zit geen navigatie of videobellen op. Jij wilt dat wel graag, dus je gaat kijken naar een nieuwe telefoon die dat wel heeft. Telefoonbedrijven blijven steeds. Nieuwe functies toevoegen zodat jij steeds verlangt naar een nieuwe telefoon. Dat noemen we productbeleid. Productbeleid is de eerste van de vier P's. Shoppen. Je gaat dan kijken in de winkel naar een nieuwe telefoon. Je kunt ook kijken online. Dat noemen we e-commerce. Bedrijven letten goed op waar ze hun spullen aanbieden, dus in de winkel of op internet en op welke site dan. Dit noemen we het plaatsbeleid, dus waar bied je je producten aan. Plaatsbeleid is de tweede van de vier P's. Aanbiedingen. Je gaat volgens kijken naar wat voor telefoon je wilt en welke aanbiedingen er zijn. Soms krijg je je mobiel er gratis bij. Soms maar dan zul je waarschijnlijk wel vaak een abonnement moeten afsluiten. Bedrijven doen dus allebei allerlei aanbiedingen om het verleidelijk te maken iets te kopen. Het doen van die aanbiedingen valt onder de derde P en dat is prijsbeleid. Telefoonbedrijven maken ook reclame. Zo geven ze namelijk miljoenen uit aan reclame op tv, in tijdschriften, op de radio, internet enzovoort. Je hebt ook nog andere vormen van reclame, zoals bijvoorbeeld sponsoring. Het maken van reclame valt onder de vierde P. En dat is het promotiebeleid. De vier P's samen, dus productbeleid, plaatsbeleid, prijsbeleid en promotiebeleid, noemen we samen. De marketingmix. Een goed idee. De meeste bedrijven maken reclame om er geld mee te verdienen, zoals bijvoorbeeld McDonald's. Dat noem je commerciële reclame. Er zijn ook instellingen die reclame maken om een idee te verspreiden of een waarde of een norm, zoals bijvoorbeeld sieren. Dit noemen we ideële reclame.